Welkom bij een nieuwe review op de PTK. We staan vandaag in Geraardsbergen. Daar komen we eigenlijk altijd traditiegetrouw elk jaar. Normaal combineer ik hem met Aals. Dat gaan we misschien vanavond nog doen, maar ja, Aals staat al lang online. Alleen, we gaan vandaag combineren met een andere kermis. Daar ga je nog later een review van zien op het kanaal. Nu eerst de kermis in Geraardsbergen. Wat staat er dit jaar allemaal, vraag je natuurlijk af. Zie je in deze review, dus blijf kijken. Wij beginnen traditiegetrouw met de GeForce. De KMG echte winnen van Dotterman. Ik kwam natuurlijk in Waregem nog tegen. Ik heb daardoor een korte winter gehad. Maar ja, ik moet zeggen, ze hebben zeker niet stilgezeten bij Dotterman. Want de opvallende kijker is nu al opgevallen, denk ik. Het juk is wit. En daar zit compleet ledverlichting in. Multicolor led mensen zitten er allemaal in. Mensen dus opgelet. Ja, ja. Ook is het voorstransport compleet nieuw in de lak gezet. En ook de klepel en een klein gedeelte van het kruis. En er is nog meer nieuw, want er hangen splinternieuwe speakers op de achterwand. Die zijn toegevoegd tussen hetzelfde merk als van de XXL van Dotterman. En de geluidskwaliteit is zeer goed. Het komt ook zeer ten goede. Nou, we hebben zo denk ik een beetje de updates gehad hier bij de GeForce. En hij gaat lekker kort langs dat gebouw hè, daar. Dat is geweldig. De lucht en alle vingers, alle tien, waar zijn die handjes? Ik wil ze zien, allemaal! Oh, hij stopt er mee. Stomme net, wat ook doet, wordt de jingle afgebroken. En goede show bij de GeForce, en dat zien we niet altijd. En daar houden we natuurlijk ontzettend van. Want vanaf dit jaar is die weer terug. Elke review. De uitreiking van de beste show van de kermis, mensen. Ja, want we zijn natuurlijk erg gericht op shows. Dat is wat de kermis gaaf maakt. Oh, lekker hoor. Afterburnertje nooit verkeerd. En ik krijg al spontaan zin in een kopje thee. Een vers kopje thee, zo zou René Vroger natuurlijk zingen. Nou, dat kan hier natuurlijk in de teacups. Twee lunaparken naast elkaar, waar de tweede lunapark helemaal gerestyled is. Tenminste, een compleet nieuw front. Daar is hij dan mensen, mijn nummer 2 van België op dit moment. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. De Technopower van Stappers. Ja, dat is echt een toppertje dit, mensen. Ik ben hem wel in Flevo terechtgekomen in Frankrijk, maar nu reist hij al een poosje in België. En ik moet zeggen, hier geeft hij nog betere ritten weg als in Frankrijk. Veel variabeler en dat is wel gaaf met zo'n apparaat. Want in Frankrijk daar is alleen maar voor gewas. Nou, dat doet deze absoluut niet. Hey, Techno Baby. Hij heeft ook wat vernieuwingen, bijvoorbeeld de van voren, dat rood-witte, dat was vroeger een ander kleurtje. En wat veranderingen in verlichting en zo gedaan. Mensen, dat is niet te geloven, ze blijven hier maar bezig bij de Techno Power Baby. Dat zegt hij al wel eens, hè? Techno Power Baby. Dus dan zeggen wij dat ook, Techno Power Baby. Kijk eens, allemaal fantastisch, allemaal mensen voor elkaar, voor beeld, allemaal leuk. En nu draait hij zo op volle hoogte. En volle snelheid ook, tenminste volle snelheid. Ja, ik denk het wel ongeveer. Zonder achterwand hier, dat is wel opvallend. Tenminste, het gaat een zeer klein stukje achterwand. En dan valt ons ook nog gelijk een vernieuwing op. De twee vlaggen daar bovenop, dat ziet er ook goed uit, mensen. De hotsie-botsie-knotsie autoscooter van Hallert en Verschuren. Ja, heb ik hem laten even influisteren. Staat hier nieuw in Geraardsbergen. Het is een andere autoscooter als die er normaal staat. En hier hebben we de Turbo Polyp. Tenminste, dat stond de penningen, maar dan mochten ze willen natuurlijk. De Polyp van Dotterman is dit. Een Monster 3 gebouw bij Zwartstof natuurlijk. En ook hier hebben we wel een vernieuwing gespot. Het is namelijk daar in de bol. Dan zie je nieuwe LED-spotjes. En die zien er beter uit als de oude die erin zaten, moet ik je zeggen. Dus dat is een goede upgrade. Staat hier zonder achterwand deze verlies. Want we kennen hem natuurlijk wel met achterwand natuurlijk. Zoals die bijvoorbeeld op de grote kermis allemaal staat.
Maar hier staat hij zonder achterwand. Opvallend zie ik nou ook ineens iets. Mensen, daar ga ik wel even wat over vertellen daar. De rode knop. Die zie je daar staan. Nou, waarschijnlijk is dat voor medewerkers die dus de rit kunnen onderbreken als ze iets zien wat niet heel goed is voor de veiligheid. En we kijken even of Kel een beetje kan spinnen. Nou ja, niet dus, maar dat had ik al voorspeld. Deze pluk is niet zo heel makkelijk om in te spinnen. En dat komt namelijk omdat die kruisen een beetje traag zijn en de gondels niet echt heel erg lekker gaan. En ik zie rook! Het meest opvallende is dat het vroeger altijd de G-Force hier op de kern stond. De booster van Jansen, die stond dan op die plaats. En ja, ik had dus verwacht dat nu de XXL Speed hier zou staan van Jansen. Omdat de G-Force weg is, maar hij staat er niet. Dat vind ik wel jammer. De Extreme Whip. Ja, de Trip Ride hier, mensen. Of Lambada, zoals de Belgen altijd zeggen, Mike. Maar dat altijd goede shows. En opvallend ruige muziek. De Whip heeft zijn armen geschilderd, dat heb ik vernomen uit zeer betaalbare bron. Daarnaast een Convoy Buggybaan. Hey, come on, Bambo. Ja, ja, come on. Komt die hoppa, mensen. Dat is weer een nieuwe. We zijn aangekomen bij de Mambo, als bedoelen. Met goede muziek om mensen. En hier hebben we dan de Flying Jump van Hendrix. Hendrix, je kent hem wel van vroeger ook de High Energy Booster. Dat hebben ze nu inmiddels niet meer. Maar dan hebben we nog wel deze Flying Jump. Vroeger in Nederland gereisd natuurlijk onder Van der Wiel, dat weten we natuurlijk allemaal nog wel. Maar nu alweer een tijd in België. In Bel, zoals Raymond zou zeggen, van de podcast natuurlijk. Met een beetje rook erbij. Ach, heerlijk mensen, het is toch ochtend, het is toch genieten. Hier nog een glas golf, schietend en dan daar de kinderattractie met de meeste show van België. Moving heads, rookmachines en bellenblaasmachines is allemaal te vinden hier bij deze kinderzaak. En house muziek. En als Funhouse New Generation. Van ropers als ik het goed heb. En hij ziet hier altijd een beetje vreemd uit, maar hij staat er toch. Zeker van Tentilo Zeppieri. Heeft ook wat kleine veranderingen gehad. De truss is opnieuw in de verf gezet. Nou, en komt ook goed uit de verf, kan je vertellen. En verder zijn nog wat kleine aanpassingen gedaan, zoals trekstangen die weer wat nieuwe verf hebben gekregen. En verder natuurlijk gewoon het technische onderhoud heeft hij natuurlijk weer gehad. Maar dat is natuurlijk elke winter erg nodig en dat wordt hier ook erg goed bijgehouden bij deze shaker. Een prachtige kermis, zoals eigenlijk altijd wel exact hetzelfde als de vorige keer. Maar hey, dat mag de pret niet drukken. Ik heb weer genoten hier van de kermis in Geraasbergen. Bedankt voor het kijken. De beste show van deze kermis die gaat naar... ik zit op een twijfel tussen de G-Force en de Flying Jump.
Maar ik denk dat ik deze keer dan toch even een keertje ga voor de GeForce. Omdat de GeForce niet zo heel vaak show geeft. Dus dan vind ik het wel bijzonder dat hij hier show geeft. Dus dan ga ik voor de GeForce beste show. Moet even kijken. Volg me natuurlijk ook op social media. En natuurlijk de podcast. De enige kermis podcast hebben wij natuurlijk via Apple Podcasts, Spotify en noem het allemaal maar op. Het is allemaal te vinden. De Petteka Kermis Podcast. Graag tot de volgende video mensen. En ik kom te spoedig aan.